Nee, maar... Oh, ik ben een Marokkaan, dat zal ik altijd blijven. En niet als Aladdin die op een lamp kan wrijven. Ik doe niet die kamelen en vraag niet of ik steel. Ik heb tegen drugs en ik ben niet crimineel. Yo, what's up lieve mensen, tof dat jullie kijken naar vlog 18, het is je boy YesR en vandaag neem ik jullie direct mee naar een clipshoot, want ik zei het al, mijn EP komt eraan, we gaan super hard, we beginnen met de allereerste video samen met Kosso en Dindin, de track heet Eigen Ding en het gaat een beetje over het mooie leven, mooie auto's, mooie klokken. Nou, zojuist geknipt door de beste, Shara bij Jordi Poelgeest. Haar is helemaal fris, super belangrijk. We hebben een clipshoot. En Jordi, jij komt straks ook even? Uiteraard. Oké, dan. We gaan even shooten. Jammer is erbij. Shout out aan je boy Sasha in de back, yo. En we gaan knallen. Welkom in de clipshoot van Jesse. Er zijn wat dames gekomen. Welkom, dames. Hebben we er zin in? Ja. Dat stralen jullie niet uit, maar ik geloof het wel. Team Jesse in de building. Sup, Lori. Ik heb jullie eens gezien. Ga je lekker bro? Shout out naar Sven en Michael. We gaan dus zo beginnen. Kosso en Dindin zijn te laat. Nee hoor. Zijn onderweg. En dan gaan we er wat moois van maken, man. Dus eigenlijk gaat het beginnen. De allereerste track van de EP. Mogen we al verklappen hoe de EP gaat heten? Nog niet, hè? Dat is vervelend. Maar ik mag wel verklappen hoe deze track gaat heten. Eigen ding. En het wordt helemaal hard en super gaande. Vroeger was ik skim, maar dat ben ik nu niet meer. Het kan als je probeert, doe je eigen ding. Oké, okay, we gaan dus nu de laatste scènes doen met alle vette auto's. Kijk hier, een Aston Martin, Skop. Bam. We hebben een Aston Martin, we hebben een Porsche, we hebben een nieuwe Range, we hebben een Merry. We gaan wat herrie maken, man. Let's go, man. Alleen maar voor de zaken. Ik wil net aan de auto komen. Stop, stop. Nee, als ik eerst ga, dan kan je leren. Ja, stuk een game op. Kan je dat wel zeggen? Surrender! Oké, dit was een lange dag. Eigenlijk valt het mee, maar het voelt als een lange dag. We hebben in totaal 7 uur gedraaid. Shout-out naar iedereen die hierbij was. Echt super toffe mensen allemaal die zijn komen supporten. Dus ik hoop dat iedereen deze vlog checkt die erbij was, want ik ben die mensen echt dankbaar. Special shout-out naar Kosso en Dindin. Dit is het begin van mijn EP, dames en heren. Eigen ding. En shout-out naar Team Vesker. Wacht even. Dit is Team Vesker. Fantastische cameraman. Eindbaas. Wesley daar achterin. Shout-out naar Wesley, regisseur. Hij heeft hard gewerkt. We zijn in de kleedkamer, ik ben hier met de Lord. Sowieso. We zijn met de hele gang, we gaan wat leuks doen met de meervaart. Ik ben hier met mijn broer, man. Stop man, met de YesR, met de vlog van de YesR. Rap ervoor voor ze, man. Gooi even een kleine rap op zeker. Chichik, patak, raketak, tak. Precies, dit. Ik ben met Najib, man. Het is mijn boy van day one, man. Je ziet het. Tot tegen, of niet? Ja, ik vond hem heel goed. Je had iets leukers verwacht, hè? Toch? Slecht, geforceerd hè, mensen, geforceerd. Hij vraagt iets om te doen, maar nee, geforceerd. Nee, maar het was een leuke flow, man. Ik hoor dat je leuk flow. Maar weet je wat het is? Ja. Kijk, ik kan ook gewoon rappapapapatatatata. Nou, dan hoor je dat ik flow. Snap je wat ik bedoel, bro? Nee, maar... Oh, ik ben een Marokkaan, dat zal ik altijd blijven. En niet als Aladdin die op een lamp kan wrijven. Ik doe niet die kamelen en vraag niet of ik steel. Ik heb tegen drugs en ik ben niet crimineel. Maar wat we moeten leren, dat is elkaar waarderen. En niet iedereen over één kant scheren. Bam. Kom een keertje kijken bij mij in de straat. Dan kun je met je eigen ogen zien hoe dat gaat. Er wonen Marokkanen, Turken en Chinezen, Surinamers, Antillianen, zelfs Hagenezen. En Albanese. Ja? Ik rapte al toen hij nog luiers aan had. Ja, oh, ja. Man, kan wel. Man. Kan gewoon, man. Yes, sir, vooral je feesten en partijen. Ik hou van Najib. Shout out naar deze man. Check hier. Amsterdam West, laat je horen! Goedemorgen mijn trouwe kijkers, ik heb echt super drukke dagen zoals jullie weten, mijn opnames de laatste tijd, tv-opnames bedoel ik dan, en tegelijkertijd was ik bezig met mijn EP maken waar ik echt super trots op ben. Het heeft me echt 3 jaar geduurd om een EP te maken, dus gewoon 7 of 8 liedjes, in totaal hebben we nu dus 7 liedjes. En dat lukte iedere keer maar niet, waardoor we dus maar losse singles uitbrachten. En nu heb ik een schrijverskamp georganiseerd, wat jullie dus in een paar vlogs geleden hebben gezien. En in 5 dagen met de juiste mensen, dus shout-out naar alle songwriters, producers en collega-rappers die er waren, hebben we gewoon een fucking gruwelijke EP weten te maken. Dus ik ben ze allemaal dankbaar daarvoor. Maar door de drukte en gekte, want daarvoor vertel ik dit hele levensverhaal nu,
kwam ik eigenlijk niet tot nauwelijks aan trainen toe. Zoals jullie van mij weten, trainen is echt belangrijk, man. Ik bedoel, ik ga niet tot nauwelijks uit. Je weet toch, dat is voor mij niet per se ontspanning. Mijn ontspanning haal ik uit, ja, het klinkt een beetje gek, maar uit gezond eten en sporten. Je weet toch, dus het is voor mij heel belangrijk dat ik nu weer mijn sportoutfit aan heb. En dat ik nu lekker ga trainen met mijn personal trainer Ralf. Het is inmiddels echt 2 weken geleden of 3 weken zelfs, want hij is ook nog op vakantie geweest. Dus het enige dat ik heb gedaan is een beetje hardlopen en voetballen. Maar nu gaan we die borstkast weer kweken, want de zomervakantie is al geboekt. Vroeger was ik skim, maar dat ben ik nu niet meer. Het kan als je probeert, doe je eigen ding. Mooie mensen, welkom. Wat een show, Wat een toffe jas heb ik trouwens aan. Shout out aan Stylismo, man. Hey, ik ben met mijn tourmanager voor many years, Johan Baljet. Hij is er weer bij. Vind je het een beetje leuk, Jo? Ja, ik heb het naar mijn zin. Is niet aan je te zien, hoor. En jij? Ik vind het hartstikke leuk. Leuk jasje trouwens. Thanks. Hey, wij zijn onderweg. EP komt eraan. EP wordt super gaande. Alleen al deze maand hebben we dus 2 releases die eraan komen. We hebben, zoals wij het noemen, een straatrelease. Een hele toffe track met mijn homie Kosso en Dindin. En daarna een hele toffe track met Lieke van het Veer. Haal mijn social media in de gaten als jullie precies willen weten hoe en wat. Dus dat allemaal. Jeetje, wat lullig veel. En ik wil eigenlijk nog heel veel vertellen. Oh ja, ik zat een beetje te denken. Mijn tourmanager houdt heel erg van volksmuziek. Oh? Toch? Ja, ik vind het wel leuk. Als ik nou geen rapper meer kan zijn op een of andere manier, dan ga ik toch proberen om een volkszanger te worden. Volgens mij klinkt het een beetje zo. Het leven is om te gieren. Om te gieren. Niet? Nou, fuck it, man, ik hou het bij rappen. Ik ben in Tilburg zomaar beland, man. En in een hele mooie studio van een collega rapper. En wie zou dat kunnen zijn? In 3, 2, 1. Er is al. Yes, de chickie. Oh shit. Jij komt echt met wayback dingen op, man. Ja. Die heb ik je 30 jaar niet meer gehoord. Nee, maar ja, zo heb ik jou leren kennen, weet je. Ja, straatremixes, man. Sowieso. Dit is een eindbaas. En wat we hier aan het doen zijn, dat horen jullie zeer binnenkort. Maar we zijn dus bij Gerst. En voor je het weet, ben je van Gerst bedoel beland met je homie Keizer. Ja, zeker wel. Ik kom ze allemaal tegen, man. Keizer, je weet dat ik leuke dingen ga doen, hè? Zeker wel. Je gaat de EP uitbrengen, toch? Ja, man. Shout-out naar Keizer, man. Long time, sterk, man. Sterk of niet? Hij is heel sterk, man. Ik wist het al, maar ik wou het niet zeggen. Anders is het niet geloofwaardig. Oké, maar het was nog sterker geweest als jij erbij stond. Maar, anyway, gaat soon weer wat komen, man. Maar, dat heb je niet gedaan. Nee. Huh? Maar het is geen stress. Nou, jongens, vandaag is even langs een paar toffe rappers geweest. Daarvoor hadden we nog opnames voor Go With The Flow. Ik ben nu even bij mijn tourmanager Johan op kantoor. En ik heb even lekker Chinees besteld. Ik ga even lekker eten. En daarna gaan we voor een kick door naar Almelo. En dan ga ik naar huis. Ga ik even rusten. Want kijk, die wallen deze dagen, man. Het is even bikkel. Maar we doen allemaal toffe dingen. Dus ik mag niet zeuren. Het is zaterdagavond. En we zijn beland in Almelo. En dit is Ruud. Shout out naar Ruud met zijn mooie lange haren. Kan gewoon, hè? Ruud, je bent eigenlijk een soort van John de Wolf 2017. Ik ben meer een broer van hoe heet die goochelaar. Ja, precies, Hans Klok. Hans Klok, ja, dat is meer Hans stem. Klok, wacht even. Luister. Hans Klok! Hans Klok! Ja, hey, maar moet je eens luisteren, Ruud. Wij komen hier natuurlijk om een fan te verrassen. Ja. En eigenlijk een beetje een verrassing op de Sweet 16, toch? Klopt, ja. Hey, en hoe heet de dame in kwestie? Cheyenne! Ja. Dat is voor mij een hele bekende naam. Hey, luister dan, ik kom dus hier in Almelo en ik zie dus dat de chick me aan het vloggen is, Armino. Hallo! En weet je wat bijzonder is wat deze chick? Ze heeft gewoon meer Insta-followers dan ik, man. Ze is super Insta-famous. Kom even hier, hoe doe je dat? Ja, hoe doe ik dat? Ik weet het niet. Ja, ik moet de camera even zakken, mensen, want ze is 1 meter 1. Ja, maar geloof in jezelf en het komt helemaal goed. Oké, dan. Maar één ding, je moet wel mijn EP gaan promoten, hè? Oké, ga ik doen. Dus zeg even tegen de wereld, Jessers EP is vuur, man. Jessers EP is fire! Ja, oké, dan, you know what it is, man. Je boy Jesser, we zijn in Almelo, we gaan een fan verrassen en het wordt helemaal gezellig. Trouwens, dit is de dame in kwestie. Kijk eens. Dus Cheyenne, je weet wie ik ben. Je bent mijn nummer 1 fan. Dames en heren, ik ben hier dus. Ben the one and only Miss Nederland, a.k.a. Cheyenne. En ze heeft het gezelligste publiek van Nederland. Laat je horen. Ik word wakker met Cheyenne en we praten. Ik weet wie.
Super tof dat je hebt gekeken naar vlog 18. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan even. Duimpje omhoog. En omdat jullie mijn trouwe kijkers zijn en ik al zoveel over de EP heb verteld die eraan gaat komen, wil ik jullie verrassen met iets. Vandaag heb ik namelijk een clipshoot voor mijn nieuwe single Diep in de Nacht. Maar daar zien jullie meer over in de volgende vlog. Maar voor nu heb ik voor mijn trouwe kijkers iets speciaals. Even een ander einde dan al die andere vlogs. Ik ga jullie namelijk als een van de allereerste een stukje laten zien van mijn brand new video die aanstaande vrijdag uitkomt. Dit is een klein stukje, trailertje van Eigen Ding.